Van harte welkom bij het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Tiel 2018. We praten eerst met de nieuwkomers, oftewel mensen die voor het eerst in de Tielse politiek gaan komen. Althans, als dat goed gaat. Om het thema eens even af te trappen, Hubertien Stultjes van D66. Waarom kies jij voor de politiek? Dankjewel, Ridi. Ik ben in de Tielse politiek gegaan voor meer inspraak voor onze inwoners. Niet over inwoners beslissen, maar samen met hen. Bijvoorbeeld het gebied van de jeugdzorg, waarvoor de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is geworden. Samen met ouders kijken waar de behoeften liggen om een zo goed mogelijk passend hulpaanbod te kunnen bieden. Ook samen met de inwoners wil ik me gaan inzetten voor meer duurzaamheid in onze gemeente. Een prettig leefklimaat voor iedereen. Dankjewel. Dat was jouw pitch. Nou, keurig binnen de tijd. De nummer 2, wie ben jij? Stel je voor. Ik ben Irina den Hortog, 28 jaar en ik sta op plek 8 van de VVD. Mensen kennen mij als een doener, iemand die iets aanpakt. En mensen kennen mij als iemand in het werk als recruiter. Ik vind het belangrijk om mezelf verkiesbaar te stellen, omdat ik niet houd van geklaag langs de zijlijn, maar echt iets wil aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat als je je handen uit de mouwen steekt, dat je ook echt iets voor de inwoners van Tiel kan betekenen. Ik kies VVD omdat ik me echt kan vinden in de waarde van de VVD. Ieder mens is gelijk, maar ieder mens is ook weer anders. Ik vind het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zelf invulling te geven aan zijn eigen leven en zijn eigen dromen. Aldus Irina den Hartog van de VVD. Applaus. De vrouwen zijn oververtegenwoordigd in dit nieuwkomersdebat. Als dat een signaal is naar Tiel, dan is dat hartstikke mooi. Wie ben jij? Ik ben Gisela Vermanen. Ik sta op nummer 5 van de PvdA. Ik ben zelf al meer dan 10 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb daarnaast in de detailhandel gewerkt, heb een eigen vertaalbureau. Ben ook werkzaam geweest in de horeca, dus in breed in het bedrijfsleven ook bekend. En ik vind vooral het onderwijs en de zorg heel erg belangrijk, waarbij ik me ook goed kan vinden in de standpunten van de PvdA. En dat was jouw pitch. Applaus voor deze dames. Daarnaast ook een nieuwkomer, zoals al deze mensen, zoals eerder verteld, van de PVDB. Wie ben jij? Ik ben Tessa Waagsveld. Ik ben in de politiek gegaan omdat ik het belangrijk vind om voor mijn leven en woonomgeving in te zetten. Ik vind Tiel een prachtige stad met enorm mooie historische kenmerken, welke wij echt mooi kunnen inzetten. Dus dat is de reden. PVDB, omdat Pieter van den Burg mij ooit heeft gevraagd van hoe ben je politiek georiënteerd, links of rechts? Toen zei ik nou in het midden afhankelijk van waar we het over hebben. En nou, hij zei nou, dan denk ik dat wij hier goed uit kunnen komen. Dus vandaar dat ik hier sta. Oké, dus dat was jouw schoolmeester. Hartstikke goed. Daarnaast iemand van het CDA. Jeanette Gorten-Vermeulen, 40 jaar, getrouwd, moeder van 3 kinderen, zelfstandig ondernemer ook nog. Ik vind het heel belangrijk om van Tiel een bruisende gemeente te maken, waar iedereen lekker kan wonen, fijn kan recreëren, waar we omkijken naar elkaar, maar ook waar een heel goed ondernemersklimaat heerst. Want die ondernemers die liggen aan de basis van onze welvaart. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen ik, door nu in de politiek te gaan, maar ook iedereen hier in de zaal, thuis. Ik vind dat iedereen zijn eigen initiatieven naar voren moet brengen, ondernemers en inwoners. En de gemeente, daar verwacht ik van dat die ze faciliteert. Daarnaast wil ik wel gezegd hebben, ik vind dat ik in een fantastische omgeving woon. En ik vind het ook heel belangrijk dat wij met z'n allen, wat u ook gaat stemmen, dat we gaan zorgen dat dat geconserveerd blijft voor ons nageslacht. Waarvan akte. Jouw buurman die is van een lokale partij van ProTiel. Vertel je verhaal. Ja, dat klopt. Ik ben Marco van Tongeren, geboren en getogen Tielenaar. Ik ben 46 jaar. Ik ben ook een typische Tielenaar. Dus die veel te klagen heeft, die veel zeurt op wat er allemaal gebeurd is. En daarom denk ik van ja, ik ga de politiek in. Want dan kan ik er ook eens wat aan doen. Sta ik niet alleen aan de zijlijn, maar ga ik op het veld staan. Daarnaast komt dat ik gekozen heb voor ProTiel, omdat ik begrepen heb dat het een goede kweekvijver is, waar je veel van kan leren en waar je op kan doorgroeien. En daarnaast zeg ik tegen de kiezers, als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Kijk eens aan. Een applaus hoor, zeker. Ik zou bijna willen zeggen al een oud-gediende in de Tielse politiek, maar goed, het zijn wel de nieuwkomers van de ChristenUnie, Ronald Corporaal, je verhaal.
Ja, mijn naam is Ronald Corporaal. Ik sta nummer 2 op de lijst van de ChristenUnie. En de ChristenUnie is een partij die staat voor mensen. Tiel, we staan natuurlijk uit straten, gebouwen. Maar het zijn de mensen die Tiel maken. En Tiel is de gemeente Tiel met zijn dorpen Waddenooijen, Kerk-Avezaath en Zennewijnen. De aandacht gaat vooral uit naar mensen die kwetsbaar zijn. Ook zij die voor hen zorgen, professioneel of als mantelzorger. En respijtzorg en andere stukken voor deze mantelzorgers is iets waar we voor willen strijden de komende periode. En het uitgangspunt is eigenlijk ook voorkomen is beter dan genezen. Preventie staat bij ons hoog op in het vaandel. Je kan de socialist niet vragen het socialisme thuis te laten of de liberale liberalisme. Zo kan ik mijn identiteit in Jezus Christus niet thuis laten. Met elkaar, ieder vanuit zijn eigen identiteit, zoekt het beste voor de stad. De Bijbel geeft mij richtlijnen hoe ik om moet gaan met mensen. Altijd met respect, altijd met vriendelijkheid. En dan kom je eigenlijk bij de kernpunten waar we voor staan. Jolande Stoeter zegt altijd, I see you, ik zie je staan. Ik luister naar je. Ik zorg dat iedereen meetelt. Ik zorg voor de toekomst van onze kinderen. Ik kom op voor vrijheid. U bent waardevol. Nou, mooie woorden van Ronald Corporaal. Applaus. De nummer 8 die hier staat, die is van GroenLinks. Stel je voor. Goedenavond allemaal, bedankt voor uw komst. Mijn naam is Kajan Sragiwatting. Het is niet heel origineel om weer te zeggen dat ik uit Tiel kom. Dus ik doe een schepje erbovenop. Mijn familie woont sinds 1951 in Tiel. Dus ik ben hier ook geboren, ook getogen. In het dagelijks leven werk ik als rechtshulpverlener in het onderwijs. Dus ik help ouders en scholieren die vastlopen in het onderwijs. Waarom GroenLinks? Ja, voor mij is het heel vanzelfsprekend. Vanwege het groene aspect, maar ook het sociale. Volgens mij gaat het heel goed met de stad. Maar ik zie ook heel veel groepen, met name in de Hertogenwijk, waar ik zelf woon, waar niet iedereen meekomt. Dat vind ik heel erg jammer, want we hebben een hele mooie stad. Maar het moet een stad zijn voor iedereen. Daarnaast werk ik ook al een stuk of 6 jaar rondom duurzaamheid. En als rijk zijnde zijn we heel ambitieus. Maar als stad zijnde mogen we daar ook nog wel wat werk van maken. Daarom GroenLinks. Dankjewel. En last but not least in dit debat, als het gaat om de nieuwelingen. Opa Appelpop, zo staat hij bekend. Adrie Meijer, ga je gang. Ja, zo noemen ze mij wel, maar ik ben natuurlijk nou hier voor krachtig Tiel. En wij hebben geen eisen. We hebben alleen maar een heleboel wensen. Vandaag sprak mij ook weer iemand aan die zegt van, wat gaan jullie daar en daaraan doen? Ik zeg, wij niks als partij. Maar alle partijen bij elkaar, die zouden daar best een heleboel aan kunnen doen. Dan gaat het over criminaliteit, over veiligheid, over zorg voor ouderen. Geen één partij kan dat alleen. Maar met z'n allen zou dat best kunnen lukken. En dat is eigenlijk mijn wens voor de gemeente Tiel. En dat mag best wel een applaus. Het nieuwkomersdebat 2018, u beleeft het mee hier op Regio TV Tiel. De eerste, dat was Hubertine Stulgens, die mag aftrappen. Er wordt te weinig gedaan in Tiel voor jongeren. Dankjewel, Rini. D66 begrijpt waar deze stelling vandaan komt. Heel veel jongeren hebben dat idee. Tegelijkertijd zien we ook dat er al heel veel wordt georganiseerd. Maar blijkbaar sluit dat niet aan bij wat de jongeren graag zouden willen zelf. Daarom denken wij dat er niet extra activiteiten voor de jongeren ontwikkeld moeten worden, maar vooral door de jongeren. En dat we dat als gemeente mogelijk moeten maken, bijvoorbeeld door het instellen van een jeugdraad voor 12 tot 21-jarigen. Een jeugdraad, ja. Die gaan we onthouden. Dankjewel. Irina Den Hartog van de VVD. Er wordt te weinig gedaan voor jongeren in Tiel. Ja, ik kan me vinden in deze stelling. Dat is ook een van mijn persoonlijke speerpunten. Dat gaat over het halen van de starterslening naar Tiel. Heel veel gemeenten doen hieraan mee en Tiel nog niet. Je ziet dat heel veel gemeentes door de moeilijkheidsgraad van de financiering op dit moment voor woningen en dat het voor jongeren heel moeilijk is om een woning te vinden. Zou het heel mooi zijn als Tiel een starterslening naar Tiel zou kunnen halen. Een starterslening, een interessante, die gaan we onthouden. De mevrouw naast jou van de PvdA. Ja, Gisela, inderdaad. Goed, de stelling, ik denk dat er inderdaad best wel heel veel al te doen is in Tiel voor jongeren. Maar dat daar nog veel meer bij kan.
Het punt is veel dat we kijken, ja, waar kijk je naar? Hè? Er is voldoende qua sport, er is voldoende qua activiteiten, cultuur enzovoorts. Maar als je kijkt naar activiteiten die jongeren zelf bindt en die ze zelf op willen zoeken, daar mag vanuit de jongeren ook inderdaad meer naar geluisterd worden. Van waar hebben zij interesse in? Hoe wilden ze dat oppakken? En hoe kan de gemeente daarin ondersteunen? Oké, okay, helder verhaal. Tessa van de PVDB. Ja, de PVDB vindt ook dat het te weinig wordt gedaan voor de jongeren. In die zin, je ziet ook dat nu wordt bezuinigd op de jeugdontmoetingsplekken. Ze vallen een beetje tussen wal en schip. Hè? Waar moeten ze nou heen? Ze komen op straat terecht, worden misschien een beetje baldadig. De PVDB vindt daarin ook dat we aan de voorkant moeten aanpakken. Dus we gaan inzetten dan meer op sporten voor jongeren. Wat heeft uitgewezen dat dat mentale gezondheid met zich meebrengt. Waardoor we wellicht weer bezuinigen op het jeugdzorgtermijn. Daarin denken wij dat we als gemeente wel een belangrijke rol ligt. En wat mijn mevrouw ook al zegt, waar ligt nou die interesse van de burgers? Hè? Want we hebben het wel over voor de jongeren. Maar de doelgroep jongeren, betreffende onze burgers, we kunnen hen ook vragen waar ze behoefte aan hebben. Waar ligt nou jullie wens? Wat hebben jullie nodig om dan jezelf te ontwikkelen? Dus dat. Hartstikke goed. Mevrouw van de CDA, vertel. Ik wil de stelling iets nuanceren. Wij hebben als CDA heel veel voor de jongeren gedaan, in ieder geval op sportniveau. De sportvelden. Maar de stelling is, er wordt te weinig gedaan. Ja, ik wil hem iets nuanceren. Dus ik zeg dat er misschien nog iets meer gedaan kan worden. Maar ik wil ook benadrukken dat er al heel veel is gedaan. We hebben heel veel gedaan aan sportfaciliteiten voor de jongeren. We hebben de Schouwburg, we hebben een bioscoop. We zijn ook bezig met het vernieuwen van de schoolgebouwen, zodat we kunnen waarborgen dat mensen ook goed onderwijs kunnen krijgen in goede gebouwen. Dat vinden wij als CDA erg belangrijk. Wat ik wel heb gehoord van onze lijsttrekker, die is op scholen geweest, heeft daar les gegeven en die hoort wel van jongeren. Ze missen bepaalde dingen. En wat ze missen, wat ons te oren is gekomen, is dat ze een plek missen waar ze lekker kunnen chillen, waar ze lekker kunnen dansen. Ik noemde dat vroeger gewoon een discotheek overigens, maar dat noemen ze nu anders blijkbaar. Maar dan komt de vraag naar boven, is dat de taak van de gemeente? Ik denk dat dat iets is tussen de inwoners en de ondernemers. Maar ik vind wel dat wij als politieke partij, maar ook als gemeente, die dialoog kunnen opstarten. Dus ik vind het heel belangrijk om, wat ik hier al eerder hoorde, om die dialoog op gang te brengen. Oké, dialoog. Pro-Tiel. Ja, Pro-Tiel die vindt dat iedereen moet veilig kunnen wonen en in een prettige woonomgeving zich kan verblijven. Dus ook de jongeren. Er wordt altijd te weinig voor de jongeren gedaan. De jongeren zijn onze toekomst. Wij gaan mee in de stelling van een kinderraad. We willen eigenlijk ook meer focussen op de groep van 14 tot 18-jarigen. Die willen we betrekken in de vorm van kinderraad. We willen nog zelfs een stap verder gaan. We willen ze zelfs een stuk budget geven om ook echt te oordelen en leren omgaan met het geld. Dat zijn onze nieuwe kiezers voor de toekomst. Dus we zouden daar graag verder mee willen over nadenken en van gedachten gaan wisselen met andere partijen. Daar hou ik het even bij. Robert Koperaal. Je kan heel veel doen voor jongeren, maar als je jongeren niet in Tiel houdt, kan je organiseren wat je wil, maar dan gaan ze weg. Wat jongeren nodig hebben is een woning. Jongeren, kijk even naar de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar, die uit huis gaan. Je wil graag dat ze in Tiel gaan wonen. De Betouw is een voorbeeld van, was heel snel vol, er zit veel jeugd. Wat gaan we de jongeren doen als de Betouw naar tegen de vlakte gaat? Wij willen graag dat deze jongeren een plek krijgt in Tiel en waar ze kunnen wonen en van daaruit alle ideeën die jullie met elkaar aandragen, ook ten uitvoer kunnen brengen. Maar het begint met, ze moeten in Tiel blijven en ze moeten in Tiel blijven wonen. En daar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten. Goed, GroenLinks. Ja, dankjewel Rini. Ik hoor hier een aantal keer aan mijn rechterzijde van, er moet meer gebeuren wat betreft wonen. En dat zal allemaal wel, dat is natuurlijk, dat wil iedereen. Maar volgens mij moeten mensen eerst uitzicht hebben op een goede baan. Ook in onze stad zien we gewoon dat sommige kinderen hun opleiding niet kunnen afmaken omdat er niet voldoende stageplekken zijn. Dat vind ik veel zorgelijker. Ook een van onze speerpunten van GroenLinks is bijvoorbeeld dat wij zeggen van er moeten veel meer stageplekken komen hier in Tiel. Desnoods de gemeente die dat gaat organiseren, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven,
Dat is veel belangrijker. Want dat zijn natuurlijk, dat is het motorblok van de toekomst. Dat zijn ook de mensen die we nodig hebben in de verzorgingstehuizen, in de fabrieken. Ook de communicatiemedewerkers. Daarom zeg ik, investeren in leerlingen, scholieren, niet alleen in stenen. Dus ja, er moet veel meer gebeuren. Ook in het onderwijs. Helder verhaal, GroenLinks. Er gebeurt te weinig voor de jeugd. Opa Appelpop, krachtig Tiel, vertel. Dan moet deze oude man gaan vertellen wat de jeugd moet zou kunnen gaan doen. Nou, daar hebt u nu de kans voor, dus vertel. Ik vind gewoon dat er één heel belangrijk ding is voor de jeugd. Dat is opleiding. Hoe is het nu? De hoger opgeleiden komen van buiten Tiel. En de lager opgeleiden verlaten Tiel om ergens anders te gaan werken. En je zou die combinatie ook kunnen maken. Betere opleiding. Hier in Tiel betere banen. En automatisch door betere banen. En overleg met ondernemers. We hebben hier een werkzaak die heel veel doet. Zou je een heleboel stageplekken kunnen creëren? Ik denk dat dat eigenlijk de oplossing van het hele probleem is. Zorg voor een goede opleiding. En dan is werk en wonen komt vanzelf. Hubertien, voel jij de behoefte om te reageren op een van de stellingen die hier gemaakt is, of een van de opmerkingen die hier gemaakt is? Altijd, dankjewel. Ja, ik hoor heel veel dingen. Ik hoor heel veel over woningen. En ik hoor ook een aantal mensen zeggen, ja, dan kunnen wij al die dingen voor die jongeren gaan organiseren. Maar laten we het nou alsjeblieft bij die jongeren zelf houden. Zij hebben goede ideeën. Ja, wil je het concreet aan iemand vragen? Concreet aan iemand vragen? Ik zit even te denken. Ja, ik vraag me even af aan GroenLinks. Ik hoor hele mooie verhalen over opleidingen en noem maar op. Hoe willen jullie dat concreet vorm gaan geven? Ik had het over stageplekken. Dus ik weet niet wat je precies bedoelt. Dan nog, hoe ga je dat als gemeente doen? Nou ja, goed. Ik heb net al gezegd, van al dan niet met het bedrijfsleven. En eventueel, dan neem je als gemeente er zelf een voortrekkersschool in. Dat vind ik helemaal niet zo verkeerd. De mevrouw van het CDA. Ja. Ik had een vraag voor Hubertien. Er werd gesproken over een jongerenraad. Met een leeftijd van 14 tot en met 21. Oh, sorry, 12 tot en met 21. Is die range niet te breed? Want de behoeftes van mensen van 12 en 21 kunnen heel ver uit elkaar liggen. Dankjewel. Wij hebben juist bewust gekozen voor die brede range, omdat dit echt de doelgroep is die eigenlijk nu niet bediend wordt. En ik denk juist door de jongeren samen te laten kijken van nou, wat kunnen we bijvoorbeeld doen? Kunnen we bijvoorbeeld avonden organiseren die beginnen, weet ik veel, van 12 tot 16 en daarna wat later van 16 tot 21 of wat dan ook. Juist door die groep samen te laten werken, denken wij dat er hele leuke initiatieven kunnen oppoppen. En misschien ook een stukje meestergezel, hè? Dat is de jongere kinderen wat leren van de wat oudere jongeren die er in de raad zitten, dat zich dat verder ontwikkelt. En ja, dat hopen wij dat dat dan een soort bron van toffe dingen gaat worden. Ik zou het misschien niet moeten zeggen, maar ik ben het wel met jou eens. Nou, fijn. Dat biedt perspectief, denk ik. Horen we dat maar goed? Ik had het niet moeten zeggen, maar ik ben het wel met je eens. Nou, dat zijn dan mooie, eerlijke woorden. Meneer Vertongeren van ProTiel. Ja, dank u wel. Ik werd net getriggerd door de VVD over een starterslening. Dat is een heel nobel streven voor jongeren. Alleen in Tiel zien we een grote groep mensen die heel moeilijk nu al een spaarbudget hebben. Of om te zeggen, laten we het zo zeggen, die hebben uiteindelijk geen geld om een hypotheek te krijgen. Hoe ziet u dat dan met die lening? Want ja, de 100% hypotheek. Dat betekent toch dat de gemiddelde koper nu tussen de 5.000 en 10.000 euro nodig hebt. Ja, dat klopt. Daar weet ik niet precies of dat gaat verdwijnen. Maar het is juist de bedoeling om het makkelijker te maken voor jongeren om meer hypotheek te kunnen financieren. Om toch gemakkelijker een woning te kunnen kopen. Je hebt bijvoorbeeld 135.000 euro een bedrag. En dat zou door de gemeente worden aangevuld naar 150.000 bijvoorbeeld. Mm-hmm. En de eerste 3 jaar hoef je dat ook niet terug te betalen. En in die tijd ga je hoogstwaarschijnlijk ook weer wat hoger in je loon. Waardoor het gewoon makkelijker wordt gemaakt om als jongere een huis te kopen in Tiel. En daardoor vind ik het ook heel belangrijk dat die jongeren in Tiel ook kunnen blijven en niet elders gaan wonen.
En hoe gaat u dat dan aangeven van hoe krijgen zij dat starterskapitaal? Want u geeft nu aan een lening, maar dat betekent eigenlijk dat de nieuwe starters twee leningen krijgen. Dat klopt. De gemeente kan daar zelf hun regels ook voor bepalen waarom je in aanmerking zou kunnen komen voor een starterslening. En de starterslening die hoef je dus de eerste 3 jaar ook niet af te lossen, waardoor het dus ook voordeliger is om een huis te kopen en je dus meer eigen geld kan steken in je huis. Oké, nou, volgens mij blijf je toch met de regelgeving van de banken zitten. En zul je daar niet aan in aanmerking komen voor een hypotheek? Nee, het is de gemeente die moet bereid zijn om een potje te maken om die starterslening hier in Tiel te financieren. De gemeente betaalde dus niet. Het is echt een lening, dat komt uiteindelijk weer terug. Maar er moet wel de mogelijkheid worden gemaakt om daar een potje voor te maken. Oké, nou, we gaan hem volgen. Dank u wel. De jongen van de man van GroenLinks, de nummer 2. Dankjewel, Rini. Er wordt een beetje lachen gedaan over mijn collega links. Open appelpop, dat vind ik een beetje flauw. Maar wel een serieuze vraag. Net zei je van, er moet een hbo komen. Nou, even los daarvan. Volgens mij hebben we te maken met een demografische krimp. Dat er steeds minder mensen zijn. Ook steeds minder mensen die in het onderwijs instromen, maar ook uitstromen. Zie je dat dan juist als een kans? Hè, dat je bijvoorbeeld bestaande gebouwen gebruikt om een hbo te vestigen? Of zeg je van, nou, nu ik dit weet, misschien moet ik het maar niet doen? Of kun je daar iets over zeggen? Nou, ik vind gewoon dat je dus... vroeger zeiden ze altijd, alles wat je vindt moet je bij de politie brengen. Maar dat doen we in dit geval niet. Ik vind dus gewoon dat je in Tiel de mensen ook de kans moet geven een hbo-opleiding te volgen met uitzicht op een betere baan. En dan los je gelijk het probleem op waar jij het over hebt. Hogere hypotheken, statuskapitaal voor hypotheken. Die mensen die gaan gelijk, zo gauw ze van school zijn, diploma's hebben, gaan ze al meer als modaal verdienen. En dat lijkt mij een ideale oplossing. Ja, maar mijn punt is juist dat vanwege demografische krimp, dat steeds minder mensen neigen om te gaan verhuizen vanwege een baan. En dat er ook steeds meer instroom is in het mbo en ook in het hbo. Dus de kosten voor een nieuwe instelling, hoe graag we het ook allemaal zouden willen, wordt naar rato veel duurder natuurlijk, omdat je minder instroom is. Nee, dus zul je moeten zorgen dat je in je eigen plaats de opleiding hebt die nodig is voor de bedrijven in je eigen plaats. En daar vind ik een hbo-opleiding, die hoort daarbij. Kost alleen heel veel geld dan? Er zijn andere dingen die in de gemeente Tiel heel veel geld kosten. Dat ben ik met je eens, ja. Open appelpop? Ja. Ze hebben alles voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik hoef als man van 73 niet meer te vertellen wat je met de jeugd moet doen. Waarvan akte. Ik hoop voor u als kijker dat er al het een en ander duidelijk is geworden. Dit was het nieuwkomersdebat op Regio TV Tiel. Nog een keer een warm applaus voor deze kanjers. Mag ik jullie allemaal nog een plezierige voortzetting van deze laatste dagen na de verkiezingen toewensen. En natuurlijk veel succes.